deze nieuwe video van Bosstar. Ik neem je nu vandaag een beetje mee in wat alles wat ik eigenlijk een beetje doe. Want veel mensen vergissen zich daar eigenlijk in. Heel veel mensen denken altijd van, Sil die doet eigenlijk niet heel veel. Dit eigenlijk alleen maar op TikTok, Facebook en al die dingen. Maar ik moet dus wel degelijk papieren in orde brengen. Ondanks mijn problemen, mijn beperking eigenlijk. En ik vond het wel eens leuk om jullie allemaal een beetje mee te nemen in de realiteit. Zeker als het zo'n vakantie is, dan is er niet altijd begeleiding om te zeggen van gaan we dit doen, gaan we dat doen. En moet je het dus eigenlijk helemaal alleen doen. Dus ook in je hoofd denken van waar gaan we eerst, wat gaan we dan doen. Dus dat gaan we nu eventjes doen. We gaan de fiets nemen, want anders duurt het nog langer. Dus we gaan eerst tot helemaal aan het Emmaplein. En daar gaan we de eerste stop maken. En zo gaan we verder eigenlijk zo richting de boodschappen die nog moeten gebeuren. We zijn nu in de eerste stop. We gaan eerst naar het ziekenfonds. Daar moeten we papieren in orde brengen voor de transgender. Voor de cistron. Ik weet niet of dat hier moet zijn. Ik ben ook al met paaltje naar paaltje gestuurd. Volgens dokter kan ik dat alleen maar krijgen bij de specialist daar van Gent. Maar ik wil het toch eens proberen hier. Of dat ik het hier niet kan krijgen. Dus ik ga het gewoon proberen. En ik ga het gewoon vragen of het kan of niet kan. Dus we zien het wel. Of het kan of niet kan. Dus dat is de eerste stop die we gaan doen. En dat is hier zo bij het ziekenfonds. Dus dat we gaan stoppen. Dus ik ga eens even binnen gaan. En dan zien we zo buiten of het lukt of niet lukt. We buiten, we moeten dus vragen aan de specialist. Ja, dat had de huisarts ook wel gezegd. Maar ik wil toch altijd eens dubbel checken of het klopt of niet klopt. Dus ja, het klopt dus wel. Dat zijn we zeker, want als er gewoon in orde kan gemaakt worden, zijn we sneller. Dus gewoon voor de medicatie krijg je wel mee, maar ze hebben dat briefje ook nodig om af te tekenen. Dus ga ik eens sturen naar daar of zo. Dus dat weten we al. En dan gaan we nu naar de volgende stop. En zo zijn we eigenlijk heel tijd bezig. We zijn nu bij de derde stop. Het is zwaar aan het regenen, maar we gaan eens naar binnen en eens kijken wat we allemaal kunnen halen. Dit is wat we er nu op inleggen. Al de melk en zo. En de rest gaan we nu pakken, koekjes en zo. En wat zal ik, ja. Ja, en deze zware zak, die gaan we mee pakken. Hij staat hier. Alles zit erin, maar het geeft absoluut. Het is niet normaal hoe zwaar dat in deze eigenlijk weegt. En die gaan we mee pakken naar huis met de fiets. Dus hopelijk vond je dit een leuke video, dan zeker dan mogen jullie niet abonneren en nu gaan we naar huis wat vrienden schrijven.